We zijn bij een nieuwe video. We gaan vandaag praten over mijn kanaal. Ik wil weer oppakken. Laatst staat heel veel drukte met werk en allerlei andere dingen. En FIFA is dit echt kloten. Dit is mijn team. Cruyff gepakt. En op zich een aardig goed team. Maar goed, daar gaan we praten later over. Mijn idee voor 2022 is, ik wil minimaal één video per week maken. En ik wil eigenlijk daar een vaste datum in zetten. En ik denk rond woensdag of donderdag. Kijken wel wat de beste is. En één keer per week streamen. Dat is meestal op zondag. Waarom zondag? Doorwees kan ik haast niet. Vanwege het diensten. Ik heb één keer ochtenddienst, andere keer nachtdienst en middagdienst. Het vergt zoveel energie. En ik moet nog eten. En. Dus dat is wel hartstikke moeilijk. Dus dan wordt het zondag. Zaterdag kan ook niet, want meestal heb ik dan voetbal. Dus ja. Of vrijdag of zaterdagavond op een feestje. Dus daarom is zondag misschien het beste. Ergens in de middag, 3 uur, 4 uur, ga ik dan live. De eerste livestream zal tijdens streamen die hier zijn. Dat is niet op zaterdag, zondag bedoel ik, dat is op vrijdag. Die dag ben ik vrij. Maar we hebben wel aardig wat pakketjes. We hebben hier 50 player picks. Van 78 plus. En nog een 85 player pick of zo, volgens mij. En de Weekend League Reward zit erachter ook nog. Je kan maar 50, dus ik kan niks openen. Ik heb rond de 185, 190 pakketjes tot en toe achter deze playpicks zitten. Dus aardig groot team of the year pack opening. Dit keer ga ik het wel zelf doen. Vorig jaar heb ik bij Inter gedaan. Alleen het probleem is, ik ken nog geen team of the year pack, überhaupt nooit niet. Dus ik wil eigenlijk dit jaar volledig focussen op het recyclen en noem maar op. Dus ja, dat is mijn doelen voor dit jaar. Gewoon één keer per week stream, één keer per week een video. En ik denk ook meer aan Warzone. Dus dat is mijn doelstelling. Dus eerst komende stream zal zijn tijdens Team Dier, wanneer alles in pack zitten. Vrijdag 21ste begint het Team Dier. En dat gaat anderhalf week duren. Vorig jaar was het vrijdag begonnen, dus deze vrijdag dus tot en met een week later met maandag. Dus dat in dit geval zijn 21 januari tot en met 31ste januari. Betekent dat ik 28 januari live gaat om 7 uur 's avonds. Want ja, ik wil gewoon direct van het begin aan openen. Gaan we ook grinden naar de alle packs, alle duplicates gaan in de SBC's die er komen. Zoals dit, bij wijze van spreken. Maar goed, dat is het. En we hebben heel veel packs. We hebben echt 181 plus packs. 50 player packs en een paar 100k packets, een paar 50k packets, een paar 45k, 35k, 55k, noem maar op. Dus Team of the Year zal mijn eerste stream zijn. En ik zal volgende week een video plaatsen over waarschijnlijk Warzone, een potje Warzone. Zet in de comments neer wat je wil meer zien. Gewoon één keer per week streamen ga ik sowieso doen. En ik wil niet alleen FIFA. FIFA is voor mij echt gameplay-wise echt klote. Maar goed, dit is mijn team. Dus zoals ik zei, op zich aardig goed team. Met Cruyff gepakt, Kanté gepakt. Op zich aardig goed team. En dus laat me in de comments even weten wat voor video's je wilt zien. Het kan alles zijn, noem maar op. Dus zet hem in de comments neer. Eén keer per week video. En dan zeg ik hierbij, tot bij de volgende stream. Team of the Year. En eventueel tot de volgende video. Dan zeg ik hier nog. Tot de volgende keer. Later.
Fijne dag. Ciao, ciao.